zo'n verhoor, dat doet echt wel iets met een mens. En, zeker als je dan recht in je schoenen staat, dat je niks te verbergen hebt. Dus dan, ja, dan is dat gewoon heel moeilijk om te zien dat de mensen nu niet geloven. Ben je kwaad? Ik ben heel kwaad, ja, en terecht denk ik. Dat is iets dat, dat mij geraakt heeft en dat zal altijd blijven duren, denk ik. Is het jammer, hè? Ja, zeker wel. Het is nu alleen te hopen dat de mensen gewoon zien dat ik echt gewoon geflikt ben of weet ik wat. Dat ze gewoon hun gezond verstand gebruiken en zeggen van oké, die jongen die heeft eigenlijk niks misdaan.